Bewoners van enkele dorpen in het district Brokopondo ondersteunen de gedachtengang van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon om de hand in eigen boezem te steken voor wat betreft afvalbeheer. Hij merkt dit op in een gesprek met de redactie. De burgervader zegt dat na het probleem met vuilophalen in het district, de burgers is gevraagd om daar waar de overheid niet kan, zelf in te komen om hun district netjes te houden. Eigenlijk moet de bewustzijn doordringen van dat het vuil wordt geproduceerd door de huishoudens. Begrijpt u? En dat, conform de decentralisatiegedachte de samenleving verantwoordelijk stellen en aansprakelijk voor het huisvuil van hun. Ja, dus dat is het uitgangspunt van ons in Brokopondo. Maar het ging eerder dus om het feit dat er geen middelen waren, dus financiële middelen of er zuiver, geen... maar dat is het toch. Dus omdat er geen financiële middelen er waren, hebben wij gepresenteerd aan de huishoudens van dat McDonald's Dolukulandi. In de eerste twee weken van de maand januari was er een commotie ontstaan over de vuilophaal in het district. Om deze reden hadden enkele bewoners besloten de Afobakkaweg te barricaderen. Minister Riyad Noor Mohammed vertelde onze nieuwsdienst dat het probleem waarbij het vuil niet werd opgehaald is ontstaan door betalingsachterstanden. Wat nu moet gebeuren is dat de DC, want het is zijn district, mij moet laten weten of hij nu zelf door kan gaan of niet. Als hij niet kan, dan neem ik als OW, dan neem ik de verantwoordelijkheid en dan neem ik dat over. De situatie is wel zo dat op dit moment OW bijna heel tsunami over om behalve Sipaliwi. Dat doen we vanwege het feit dat die situatie beperkt is geworden bij DC's. Ze hebben geen middelen voor dit soort dingen. Maar het model dat ze hanteren is heel goed. Dus we gaan tijdelijk overnemen, maar ik ga weer terug aan het district. Omdat het model heel goed is. En dat model heb ik gevraagd dat mijn directoraat uitwerkt. Zoals in die districten, Saramaka, Para, Brokopondo. En dat model willen we landelijk gaan introduceren. De kosten van vuilophaal liggen al dicht bij de 200 miljoen plus SRD. Dat is te hoog. Ik vind dat te hoog, ik vind dat kan niet. De minister stelt verder dat er voornemens zijn om over te gaan tot betaald en gescheiden vuilophaal. Noor Mohammed merkt op dat er ook zal worden overgegaan tot decentralisatie van vuilophaal in de districten. Hierbij zal het vuilzakkenproject dat eerder van kracht was weer geïntroduceerd worden. Er zullen dan gekleurde zakken voor elk district worden gebruikt.